Yo, gasten en welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. En ik ben lekker blauw vandaag, zie ik mijn belichting van mijn webcam. Dit is even een andere video als normaal. Dit is niet eens gaming wat ik hier ga doen. Ik ga namelijk iets unboxen wat ik vandaag heb aangeschaft. En dat is uh, dit dingetje hier. Krijg ik hem goed in beeld? Ja. Uh, yeah. Sony 4K camera, de FDR-AX53 heb ik aangeschaft. Um, ik wou gewoon een camera, of gewoon, ik wou een camera kopen. Een filmcamera, videocamera. Uh, en dat is deze geworden. <coughs> en ik ga hem nou uitpakken. Ik moest even mijn mesje zoeken, die heb ik hier. Want er zit weer zo'n fijn, fijn plakketje waarvan ik geen zin heb om moeite te doen. Dus ik snij hem gewoon lekker open. En dan moeten we een beetje pielen en dan gaat hier een klep los... En moet ik hem draaien. En prachtig, gaan we hem uitpakken? Ik wil namelijk meerdere. Uh, of meerdere. Ik wil mijn content uitbreiden. Ik weet nog niet wanneer ik dat ga doen. En wat die content gaat worden. Uh, wel weet ik dat zaterdag 6 oktober ga ik naar First Look. Daar ga ik heen. En dan ga ik deze camera ook meenemen. En filmen. Uh, wie weet wordt dat een soort vlogje met dit ding. Daar is dat ding zeker wel geschikt voor. Dus uh, who knows? Eerst wat hier allemaal uitkomt zijn allemaal handleidingen en gedoe. Allemaal boekjes die ik uh, nu niet ga lezen. Dat, is, dat leggen we even opzij. Dan gaat dit klepje open. Pakken we eerst even de benodigde kabeltjes eruit: oplaadkabeltjes en waarschijnlijk binnen met je PC. Om natuurlijk je bestanden over te zetten. En dan zien we hier ook nog een lader zelf. De adapter. En. Wat ook wel handig is voor die camera, het is even graaien. De accu is uh, zeer belangrijk. Zeer belangrijk. En dan gaan we nu naar het beestje zelf. Het beestje zelf uit de doos. Het belangrijkste onderdeel. Deze doos hebben we nu niet meer nodig. Dus tegen deze doos zeggen we: Doei. Ciao. Mooi ingepakt, lekker veilig. En ik ga hem eruit halen. En dan kunnen jullie ook de camera met mij mee bewonderen. Dit dingetje hier is het. Ik zal hem even in beeld voorbij laten komen. Ja, nogmaals, de kwaliteit nu is niet zo heel geweldig van mijn webcam. Maar goed, dit is de camera. En, even kijken. Nee, dat kan ik nou niet laten zien. Nu natuurlijk ook niet, want er zit geen batterij in. Ik ga die batterij even uh, erin drukken. En dan ga ik jullie laten zien wat ik uh, wil laten zien. Oké, okay, daar ben ik weer. Ik moest de camera even opladen voordat ik kan laten zien wat ik wou. Um, licht is daardoor misschien even anders. Het is weer wat later. En dan heb ik weer slechter licht en jada jada jada. Maar goed, um, wat ik wou laten zien van deze camera, wat zo mooi maakt. Je ziet alleen niet goed door het slechte licht hier. Is de lens in deze camera. Nu ziet het een beetje. Nu ziet het een beetje. Die beweegt mee met je handbewegingen. Wat er dus voor zorgt. Dat je uh, super vloeiende beelden eigenlijk altijd kan schieten. Uh, en niet van die shaky footage krijgt. Wat een enorm pluspunt is van deze camera. En waardoor ik hem ook graag wil hebben. Je kan er een microfoon op aansluiten. Uh, er is een knopje voor een nightshot. Mocht je in de nacht gaan filmen, uh, in het donker filmen, kan die. Um, maar ja, het heeft niet zo'n grote sensor als een echte professionele camera. Of een spiegelreflex. Dus. Wanneer het echt heel donker is, dan wordt de kwaliteit wat minder. Maar laag licht richting de avond, schemer en zo. Kan die nog prima filmen? En ook gewoon wel s'avonds wanneer het donker is, maar gewoon genoeg buitenlicht van straatverlichting. Ja, 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 noem dat maar op. Uh, kan je ook nog prima met dit ding filmen? Um, er zitten ook extra functies in hier. Als ik naar opname functie ga. Uh, ik kan foto maken. Time-lapse opname. vloeiend langzaam. Oftewel, hij kan ook slow-motion. Golfopname, wat de fuck dat ook mag zijn, dat weet ik dan niet. De, de, je ziet ook echt gewoon de sportgolf erin worden afgebeeld, dus het zal wel. Um, je kan er een microfoon op aansluiten, volgens mij heb ik dat al verteld. Je kan dus in 4K filmen. Ik ga zo lekker testopname doen uh, in 1080p. Want voor 4K heb je vaak ook nog een extra snelle SD-kaart nodig en dat heb ik niet. Um, ik heb ook nog geen extra microfoon, die ga ik nog wel aanschaffen. En uh, ja, dus nu wordt de audio nog wel van de onboard uh, camera. Dus de onboard camera microfoon. Uh, maar ik, we gaan uh, vooral een kwaliteitsverschil zien van de webcam naar deze camera in beeld. En uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus daar gaan we nu checken. Oké, okay, en nu zijn we aan het test opnemen. Dit is dus de kwaliteit van deze camera en ik zie die lens echt meebewegen van het BOSS systeem wat hier in zit. Dat is letterlijk het heet BOSS, B-O-S-S. Uh, het is Balanced Optic uh, Steady Shot geloof ik, of Balanced Optimal Steady Shot, iets in die richting. Uh, zo heet dat. En dat zorgt dus voor enorm vloeiende beelden, ook als ik zo beweeg en naar boven en naar beneden ga. En dat je niet shaky shit footage krijgt net was even overdreven. <coughs> maar dat dus, en dat is super chill. Ik moet wel wennen dat ik niet naar het schermpje ga kijken, maar naar de lens als ik uh, daadwerkelijk ga filmen met dit ding. Het is wel zo handig het contact met jullie houden en dat ik niet. Hé, uh... hey, jongens, wist er mee? Dat, 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 dat ziet er niet uit. Dat, dat moeten we niet gaan doen. Dus dan moet ik wel op letten door het wennen. Misschien ga ik wel wat dingetjes vloggen. Uh, first look ga ik heen 6 oktober op de zaterdag. En dan wil ik gaan filmen, ook met dit ding. Dus misschien kan ik daar een soort van vlog van maken. Het heeft een mooie wide angle. Ik ben nou gewoon gestrekt. En wat je meestal of vroeger vaak had met camcorders, als je daarmee ging vloggen, is dat je toch wel zo'n beeld had. En dan gauw gewoon alleen je gezicht te zien is en je niet je omgeving hebt. En dat is niet echt wat je wil met een vlog. Dus chill dat deze camera wel een lekker afstandje heeft. Geluid um, zal misschien nog niet optimaal zijn. Ik moet nog even naar de microfoon gaan kijken. En wanneer ik die heb, komt daar ook wel weer een video over. Maar uh, dit is het in ieder geval voor nu. Dit is de camera. Wat vinden jullie van de kwaliteit? Gaan jullie ook naar First Look? Laat het weten. Misschien kunnen we gaan meeten of zo. Is geen gratis dingetje trouwens. Voor degene die First Look niet kennen, is een een gamingbeurs in Utrecht. Ik ga gewoon even mijn arm lekker rusten voor dit. En uh, even denken. Wat we, ja, First Look. Daar, daar hak ik het over. Ik vlieg door de onderwerpen heen. Maar als een gamebus in Utrecht kost 20 euro intreten, is het wel handig als je op zijn minst denk ik uh, 16 bent, daarvoor je eigen best wil. Want anders kan je denk ik niet heel veel doen. Want uh, neem bijvoorbeeld 18 plus games en 16 plus games. Als je niet minstens die leeftijd bent van 16 bij een 16 plus game, dan mag je hem ook niet uitproberen. Dus hou daar rekening mee, hou daar rekening mee. Um, maar goed, ik ga nou dus filmen met dit ding. Laat in de reacties weten wat jullie van de kwaliteit van het ding vinden. Ik vind het wel nice. Onthoud, mijn belichting in de kamer is niet optimaal. Maar het ziet er wel behoorlijk scherp uit en veel beter dan de webcam. En tevens wil ik dit ding zo. <laughs> Lekker. Dus ook gaan gebruiken uh, wanneer ik een statiefje erbij heb als uh, de vervanger van de webcam tijdens de opnames. En dan wordt deze camera gewoon uh, de cam van mijn gezicht onder dat soort dingetjes. Dus dat is ook wel leuk. Uh, in ieder geval, ik ben blij met deze aankoop. Kwaliteit is super sick. Alleen nog dus een camera, microfoon vinden uh, die hier uh, op kan. Uh, maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Alles op zijn tijd. Anyways, uh, ik ga deze video afsluiten. Het was niet de beste unboxing review een video ever, maar het is iets. Het is iets. Ik check jullie de volgende keer weer. Tot dan, later's.